We moeten een beetje naar het midden, Neil. Ik kwam een beetje laat, want ik dacht echt... Oh, wat schattig. Hadden jullie dat ook niet? Oh. Gordon? Nee. Oh, nee. Ik had het absoluut niet. Het enige wat ik leuk vond, was dat hij er echt geweldig uitziet voor dit programma. Ik bedoel, je wordt eigenlijk elke week... lijkt het wel of je mooier wordt. En hij was al zo knap. En je was al zo knap... Maar het was echt heel, heel slecht gezongen. Het was echt vals. Vooral op het laatste moment. De laatste 5, 6 zinnen die waren echt volledig onder de maat. Maar ja, ik heb dat vorige week ook gezegd bij Bas. En het was dramatisch genoeg mocht hij erin blijven. En werd er iemand naar huis gestuurd die beter zong, laat ik het zo zeggen. Dus ik zeg nu tegen jou, wat een geweldig optreden. Fantastisch, wat een goede stem. Fantastisch Nederland. Stemmen met z'n allen. Nee, dat, ja, maar dat is toch zo? Ja, maar de kijker die besluit uiteindelijk zelf. Maar nou. Erik en Gordon kunnen het nog wel eens niet met elkaar eens zijn. Dus ik ben benieuwd, Erik. Nou, kijk, ik vind het natuurlijk onzin om nog over vorige week te gaan beginnen. Asnat is gewoon, was degene met de minste stemmen. En de anderen die erin zijn gebleven, moet je niet daar nu over afzeiken. Dat vind ik onzin. Ja, vind ik gewoon luister, maar het is gewoon onzin. Dat is gewoon niet waar. Er zijn ook anderen al eerder naar huis gegaan. En dat was ook terecht. Als je de minste stem hebt, ben je weg. Zo is het helemaal. Maar overnieuw. Ja. Het optreden, dat was niet zo best. Volgens mij is het te hoog voor je, de refreinen. Je begint dan. I'll be there. Dat is eigenlijk helemaal te gek met jouw stemgeluid. Ik kreeg even een kick. Maar daarna was het gewoon te hoog. Het begin, zoals je daar zat. Ik denk, nou, dat is gewoon helemaal te gek. Hij zou de winnaar kunnen worden. Maar het was niet goed genoeg om te kunnen winnen. Ik hoop dat je erin blijft, want ik vind dat je het nog steeds hebt. Maar kies met heel veel zorg de toonsoort uit. Ja, ik ben wel even benieuwd naar je reactie. Ja, ze hebben dan natuurlijk gelijk omdat ze het gehoord hebben. Maar ja, ik geef ze gewoon. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik heb gewoon een droge mond. Ja, dat begrijp ik ook. Dit is zo zenuwen en alles. Oké, ik begrijp het. Als je thuisgenoten hebt van Neil, doe hem dan een groot plezier. En bel met 0909 1307 of sms Neil naar 5656. Dankjewel, Neil.